dat je zei van ik ben er ook wel. En we hebben het er ooit eens over gehad. Deze is helemaal geleden. Met veel tennis aan de vaarden en veulen. Wat een prachtig evenement, elk jaar weer. Namens TCH mag ik jou bedanken voor je inzet om er telkens weer een geslaagde dag van te maken. Natuurlijk mogen we daarbij ook niet de hulp en inzet vergeten van jouw trouwe assistent Yvonne. Applausje. Die staat hier ook al voor de 18e keer. Om dit jubileum te blijven herinneren, had ik de eer om op toepasselijke wijze hier naartoe te mogen komen en jou een presentje te mogen aanbieden. Wim, namens het bestuur van TC Hellendoorn, bedankt dat jij dit al 40 jaar organiseert. Oh, wat superleuk. Heel leuk. Superleuk. Oh, leuk. Alsjeblieft. Superleuk. Namens het bestuur. Leuk. Hartstikke bedankt. Ali, bedankt. Feliciteerd. Aan jou hebben we ook gedacht. Ja, nou, hartstikke leuk dat je bent. Voor jou hartstikke heel lief. Heel lief. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel, hè. Goed. Nou, ik hoop dat jullie er samen een leuke dag van maken. Ja! Zeker! Ja, hè? Zeker. Nou, gaan we dan nog even heel hard klappen. Ja! Voor meneer Wim. Top, top. Ik ben best nog. Ik ben nog een paar heen gekomen. Nou, applausje. Dankjewel. Je kunt Betteke namens mij en Yvonne en naar de club toe. Vorig jaar was ik 40 jaar bij de club. Daar heb ik een gigantisch mooie dag gehad. Ja, daar kreeg ik ook weer kippenvel van. Ja, maar de club van mij, heeft betekend. Ja, en ja, ik doe altijd met ontzettend veel plezier voor deze club. Ik heb bij meerdere clubs getennis en gegeven. Maar Hellendoorn is toch altijd mijn club gebleven en blijft ook altijd mijn club. Dus, en nu dit. Echt, ik vind het echt geweldig. Ik krijg nu ook weer iets kippenvel. Echt, ik vind het super fijn. En super bedankt. Naast mij staat Wim Goos. En Wim heeft voor de 40ste keer, 40ste keer alweer, het paard Veulen toernooi georganiseerd. En Wim, dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan, toch? Nee, zeker niet. Vorig jaar zat ik 40 jaar, was ik verbonden als leraar aan de tennisclub. En toen heeft de club mij een ontzettend mooie dag aangeboden. Met tennis van hoe we 40 jaar terug gingen tennissen. Nou, en dit jaar, ik dacht, 40 jaar paard Veulen toernooi, ik organiseer het weer en... Maar goed, als ik kijk hoe de opkomst is en wat het bestuur mij net heeft aangeboden. Ja, met het paard en deze leuke trofee wat ik dan gekregen heb. Ja, dat doet me echt ontzettend goed. Ja. Dat is duidelijk te zien ook. En Wim, 40 jaar paard Veulen toernooi. Hoe ben jij op het idee gekomen destijds? Nou, ik ben zelf niet op het idee gekomen. En er was iemand die bij de club die in 1984 mij een voorzetje gaf. Van, die man die kwam uit de paardenwereld. Hij zei, we kunnen een leuk toernooi organiseren en dan een ouder kind. Nou, en door de jaren heen is dat echt een traditie geworden bij tennisclub. Het is echt de familiedag van de club. Ouders, kinderen hebben gewoon een ontzettend leuke dag bij het paardvulmtoernooi. En de combinatie is leuk. En het is echt een gezelligheidstoernooi. Ja, we hebben de punten zo aangepast dat als je met één keer een verschil wint, dat je dan de meeste games krijgt. Ja, normaal als je zo dik mogelijk wint, dan doe je het hartstikke goed. Maar nu moet je proberen niet te dik te winnen. Ja, dat het een beetje bij elkaar blijft. Dat je kinderen aan hun trekken komen. Ja, en dat het heel sportief gespeeld wordt. Wim en Yvonne, bedankt en nog een hele fijne dag samen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. En ik hoop dat jullie over 10 jaar hier weer komen. 50ste paard. Vast wel. Ja? Dan denk ik nog wel dat ik hier rondloop. Dus samen Yvonne denk ik ook wel.